Voorzitter, ik zou gisteren eigenlijk naar de Vier Windstreken School gaan in Amsterdam-Noord. Dat is de school waar de documentaire Klassen is gemaakt. Hebben jullie die documentaire al gezien? Het is echt een aanrader. Die documentaire laat ook op een heel ontroerende manier zien, aan de hand van de levens van de kinderen van die school, dat eigenlijk alle kinderen dezelfde dromen hebben voor later. Maar dat de kans om je dromen ook waar te maken, dat die gigantisch verschilt. En het zijn juist die kinderen en alle andere kinderen die school verschrikkelijk hard nodig hebben, die nu gaan betalen voor Black Friday. Die nu de koopjesjacht moeten gaan goedmaken. De vis wordt duur betaald en de koopjes ook. En voorzitter, dat is pijnlijk. Dat is schrijnend. Zoals het ook pijnlijk is voor mensen die vanuit een dicht café of een dichte winkel de beelden zien van de vakantievluchten op Schiphol. Waar mensen zich toch lijken te verdringen voor niet echt noodzakelijke reizen. Hier staan we dan. Aan het begin van een botte lockdown. Alles wat we wilden voorkomen, wat het kabinet wilde voorkomen. En hoe zijn we hier nou beland? Dat komt doordat het een rotvirus is dat niemand heeft gewild. Het komt doordat heel veel mensen hun best doen, maar sommigen het niet zo nauw nemen met de regels. Maar het komt ook door het zwalkende beleid van dit kabinet. Door maandenlang hoop de vader van de gedachte te laten zijn. Door een strategie die rommelig is en niet duidelijk. Door niet in te dammen, maar te koersen op de zorgcapaciteit. En het is zo vaak gezegd dat als je dan even ernaast zit, je een gigantisch probleem hebt. En dat hebben we nu. De zorgcapaciteit dreigt overspoeld te worden. De zorgmedewerkers kunnen het al niet meer aan. Het ziekteverzuim is groot. Te veel mensen worden ziek. Te veel mensen worden ziek. En voorzitter, nu we hier staan, is het onvermijdelijk dat er wordt ingegrepen. Dat is ook zo. Dus ik steun dat ook. Maar het betekent wel dat we er iets van moeten leren. Het mag niet voor niets zijn. Het mag niet zo zijn dat na deze ellendige periode opnieuw het kabinet zegt, nee, wij weten heel precies wat we doen. We mikken op dat. Nee, het aantal besmettingen moet laag blijven en er moet een plan komen waardoor we er weer uitkomen. Een plan waar de vaccinaties een rol in spelen, waar sneltesten bij hoort, maar waardoor we niet opnieuw in deze situatie terechtkomen. En dat mogen we aan dit kabinet vragen, na alles wat er gebeurd is en na 9 maanden in deze crisis. En twee. Heeft het kabinet de prioriteiten eigenlijk op orde binnen de maatregelen die nu worden genomen? Is dan het grondrecht om naar de kerk te gaan belangrijker voor ons allemaal dan het grondrecht om naar school te gaan? Weten we zeker dat alles is gedaan? Er zou vanaf de zomer worden getest op Schiphol om te voorkomen dat op die manier nieuwe besmettingen ontstaan. Hoe onderbouwt het kabinet de sluiting van de basisscholen? Is dat... Ik vond een mooi beeld van Rob Jetten, omdat het een levende enkelband is. Of zit daar meer achter? Want dat is natuurlijk niet voldoende. Dan moet het kabinet ook aangeven wat er nog meer bedacht is om bijvoorbeeld werkgevers harder aan te spreken om te zorgen dat mensen thuis kunnen werken. En mijn vraag aan het kabinet is, laat het hier niet bij. Kom met een steunpakket voor de kinderen. We hebben grote steunpakketten gezien voor de bedrijven, maar kom met een steunpakket voor de kinderen waarin extra onderwijsmogelijkheden zitten, extra activiteiten, begeleiding, steun, hulp voor kwetsbaren. Kijk naar, niet alleen naar de eindexamenleerlingen, maar ook naar de groep 8 leerlingen, wiens toekomst nu in gevaar komt, doordat vlak na de kerstvakantie zij aan een CITO zouden beginnen. Maak een steunpakket voor die kinderen en laat zien dat we deze coronageneratie nu niet in de steek laten. En twee, kijk na oud en nieuw, vraag het OMT of er kansen zijn om het basisonderwijs wel weer te openen en de kinderdagverblijven. Want dit is echt, je kunt zeggen het zijn maar 13 dagen, maar daar telt, voor die kinderen telt iedere dag. En die verplichting die moeten wij ons aantrekken. En ik hoorde al Dijkhoff zeggen dat hij er niet tegen is. Dat is voor nu voldoende. Laten we het nu afspreken. Laten we afspreken dat we die kinderen niet in de steek laten. En als je het hebt over de steun aan de bedrijven en de werknemers, dan zijn we ook in een andere situatie gekomen dan vorige week. Vorige week zei minister Wiebes op de persconferentie, ondernemers die nu het niet redden met de steun die er is, horecaondernemers ging het over, die moeten verderop in de keten dan vragen aan bedrijven om ze te helpen. Maar intussen wordt de hele economie stilgezet. Dus het is niet meer reëel om tegen de ene ondernemer te zeggen, vraag hulp aan de andere. Je zult nu ruimhartiger moeten zijn in de tegemoetkoming vaste lasten, in de loonsteun, in de steun voor gederfde omzet, om hier doorheen te komen. Want iedere dag
Dat dit voortduurt, kost ongelooflijk veel banen, kost ongelooflijk veel inkomen. Dus ook een moment om opnieuw te wegen. En mijn verzoek zou dus zijn aan het kabinet, kijk met de kennis van nu wat er kan verbeteren in het steunpakket. En ja, dat is kort na die vorige beoordeling van het steunpakket. Maar waarom is dat nodig? Omdat 6 dagen geleden we hier stonden en het kabinet zei, het is niet nodig om nieuwe maatregelen te nemen. Het is niet nodig om een nieuw advies te vragen aan het OMT. 6 dagen later is de gehele gereedschapskist van Hugo de Jonge ondersteboven gekeerd. Dus van schijnprecisie en twijfelen zijn we nu naar alles op rood. Voorzitter, tot slot. En dat gaat even niet over wat wij hier doen, maar over het feit dat we nu feestdagen ingaan waarbij voor heel veel mensen voor het eerst niet iedereen aan tafel zit. Niet omdat de neefjes van Dijkhoff er niet zijn, maar omdat er mensen zijn overleden. Het is een ongelooflijk rotjaar geweest voor heel erg veel mensen. Met heel veel verdriet. Dus ik spreek de hoop uit dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat het komende jaar een jaar wordt met betere vooruitzichten. Met betere vooruitzichten voor de gezondheid, voor de economie, voor de manier waarop we hier uitkomen, voor de manier waarop we deze crisis kunnen overwinnen. Dank u wel.